En het is inderdaad Sepp Beelen en Twan Altorf. Lopen nog naast elkaar. Die gaan er een spannende strijd van maken, dat kan ik u alvast beloven. We zien daar de achtervolgende groep, dat is nog een hele grote groep. Die wordt geleid door Martin Kerkvliet, Jeroen Hamers, Arjen van der Hoorn, Michel Hageman, Niels Havenaar, Paul Bonnen, John Volk. We zien daar Frank Vilker, die moet een klein gaatje laten. Frank vertelde me vrijdag dat hij te hard was gestart en dat hij dan later moest terugkomen. Dus hopelijk moet hij vanavond wat rustiger. We zien daar Tim Beelen, Maarten Hoogkamer. We zien daar Remon Steenvoorde, Dave Geerlings, Edwin Deeuwen. We zien daar het broertje van Twan, Rens Altorf. De broertje loopt een koprens. We zien daar de eerste dame, Carmen Oosterkamp, met vlak daarachter de dames nummer 2 en 3, Mieke Aan en Daniela Vos. We zien daar Ron Hageman, hij is dus de man die geld inzamelt voor de Kika. Hij heeft een donatiebox die naast de winkel van Melman staat. Zijn doel is om 2500 euro op te halen. Ja, Marcel Konijn heeft ook vele jaren meegeholpen met de Oranje Circuit te organiseren. Papiers! Zie je de handen, jong? Team! Ja, je hoort het toch niet? De Heemskerk voorbij komen. Wim van Tol, Aad van der Land, Danny van der Poel, Marjolein Jacobs, zie daar Annemijn Warmerdam. Kijk eens, de dokter. Mijn vader doet ook mee, Edwin Warmerdam, die samen zojuist al voorbij komen. Ik zie daar Piet Riedijk voorbij komen. Mark van Bank heeft nog energie om wat te schreeuwen naar al zijn fans langs te komen. Ik zie daar Carla de Jong. Ik zie daar ook Nico Kersten. Ik zie daar Emma van Delft. En ook Do Hageman, 76 jaar, maar is nog zo fit als een kiwi. Ruud van der Akker. En daar zie je hem. De snelste kaasspecialist van Nederland, Peter den Elzen. Samen met Melman, sponsor vanaf het eerste uur van het Oranje Circuit. Dit jaar 25 jaar. Het gaat regenen. Hey. Hier zijn we drie minuten verder. En Leo is er nog niet, hè? En die andere jongens die waren binnen 5 minuten hier al. We zien daar de motor weer aankomen, dat betekent ook dat de koplopers er weer aankomen. Hier, waar is Leo dan? Sepp Beelen, en hij heeft na het eerste rondje al een gaatje geslagen naar Twan Altorf. En ondertussen zagen we ook Aad van Donissen voorbij komen. Aad heeft, is vanaf het begin af aan. Ja, ja, daar komt hij. Van het Oranje Circuit. Ja, wordt helemaal ingehaald, joh. Even een kort interview. Hoe vindt u hem lopen? We zien daar de achtervolgende groep. Maar het gat is al best groot. Als we goed kijken, kunnen ze nog net zien. Wordt geleid door Martin Kerkvliet, Jeroen Hamers. Daarachter Arjen van der Hoorn, Michel Havenaar, Niels Havenaar. John Vonk loopt erin. We zien daar Frank Wilke. Goed bezig, Frank. Lekker je eigen tempo. Ik zie daar Eduard van Delft. Oké, Leo, daar gaat hij weer! Vocht hij in de jeugd lopen, dus nog spannende medals uit met Sepp Beelen, die nu dus op kop loopt. Zie daar ook Langenaar voorbij komen. Vlak daarachter Tim Beelen. Ongelooflijk. En dat is dus leuk om te zien, jongens die een paar jaar geleden nog in de jeugd lopen met elkaar van strijden, die gewoon vanavond bij de senioren meedoen. Maar van een van die jongens zich zo goed ontwikkeld heeft dat hij gewoon voor de overwinning kan gaan in een paar jaar tijd. Zijn daar Kees van der Valk van de triathlonvereniging voorbij.